Hallo lieve kreeft, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41, 7 oktober tot en met 13 oktober. Het is een algemene reading, haal ervoor uit wat je nodig hebt. Lieve kreeft, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Oké. Je bent bezig met het plannen, met organiseren. Misschien zit je ook wel te veel in je hoofd, maar ik merk dat je het op een andere boeg wilt gooien. Je wilt het anders aanpakken dan voorheen. En hiervoor heb je je logica soms nodig om dingen anders neer te gaan zetten dan voorheen. Je bent bezig met bepaalde veranderingen. En ik hoor ook de hele tijd, verander je eigen mindset. Want doordat je je eigen mindset gaat veranderen, kom je ook weer verder. Laten we eens gaan kijken wat je verder deze week kan verwachten, lieve kreeft. Wat kan de kreeft deze week verwachten? Oké. Dan zie ik dat je met sommige dingen te ver vooruit loopt. En met andere dingen ben je wel in het hier en in het nu. Het voelt alsof je innerlijk aan het reizen bent. Tegelijkertijd voelt het alsof je uit je comfortzone aan het stappen bent. Alsof je kooitje is opengegaan. En misschien heb je je wel opgesloten gevoeld en begin je nu wat vrijer te gaan voelen. Je bent in ieder geval bezig met nieuwe dingen te ontdekken, nieuwe dingen op te pakken en je weer wat lichter te gaan voelen. Je bent dus echt stappen aan het zetten naar het onbekende, dingen die onbekend zijn, dingen die je misschien nog niet kent, die je spannend vindt. Maar vanuit daar kan er weer vonkjes van passie ontstaan. En het kan te maken hebben dat je een passie vindt wat helemaal bij je past, bijvoorbeeld nieuw werk. Maar wat ik hier ook een beetje bij voel, is dat voor sommigen daadwerkelijk een vonkje overspringt qua liefde. Alleen heb ik het idee dat je het niet altijd wilt zien. Dus dat er wel wat is, maar je wilt het niet zien. Je blinddoekt jezelf eigenlijk. Ook misschien omdat het onbekend voelt of je had het niet zo gepland. Maar ik hoor ook, er komen nieuwe oplossingen aan waar je nog een tijdje mee aan het struggelen was. En luister goed naar jezelf. We gaan even kijken naar een mooie positieve boodschap voor jou. Een mooie boodschap voor de kreeft. De liefde die in mij zit is krachtiger dan twijfel of angst. Dus op het moment dat je naar het onbekende gaat en je vindt het spannend, geef het liefde. Geef jezelf de tijd. Lieve kreeft, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.